Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op dit kanaal. Waarom deze video? Ik ga even een aantal dingen mededelen. Er komen weer een hoop leuke dingen komen er op mijn YouTube kanaal. En dat wou ik graag met jullie delen. Het eerste is dat december, dus in de decembermaand, komt er een terugblik op het jaar 2017 van It's Ultrex. Het zal denk ik een paar afleveringen zijn die ik dan ga maken. En daarmee daar blik ik eigenlijk een beetje terug op het beginjaar van mij als YouTuber. Ik ben natuurlijk eigenlijk in 2016 begonnen, maar dat was in november, december. Ben ik even 2 maandjes gestopt en toen ben ik later weer verder gegaan in januari. En toen ben ik eigenlijk, vanaf januari ben ik eigenlijk elke dag vlogs gaan opnemen. En daarom dus ga ik dus even een kleine terugblik doen van het jaar 2017. Verder heb ik nog het andere leuke ding te melden. En dat is dat ik binnenkort met Joost en Kevin naar de Winter Efteling ga. Ik ga naar de Winter Efteling en daar zal ik uitgebreid ook een vlog van maken. We weten nog niet wanneer het is. Waarschijnlijk wordt dat, in ieder geval wordt dat november, december. Dan gaan wij naar de Winter Efteling. En dan komt er ook weer een leuke vlogverslag van deze dag. Ramon zou misschien meegaan. En voor de rest weet ik verder niemand. Ik verwacht eigenlijk alleen Kevin, Ikke en Joost. En dan heel misschien Ramon. En meer mensen verwacht ik eigenlijk niet. Maar we gaan er in ieder geval een hele leuke dag van maken. We gaan lekker naar de Winter Efteling. We zullen de binnenattracties zullen we vooral ook heel veel naartoe gaan. Ik ga het op een doordeweekse dag. Ik ga niet in het weekend. Want in het weekend is het best wel druk. Qua bezoekers. En ik wil eigenlijk doordeweeks gaan. Want dan is het wat minder druk. Dus datum en tijd krijgen jullie nog wel te horen wanneer ik ga. Of de datum krijgen jullie nog wel te horen wanneer ik ga. En dan komt daar ook weer natuurlijk een verslag van. Ik ga er natuurlijk een hele leuke vlog ervan maken. En ik denk Kevin en Joost dat die ook een leuke vlog gaan maken voor op hun kanaal. Dus reden zeker de moeite waard om op dit kanaal te abonneren en dat blauwe duimpje de lucht in te doen. En vooral op de hoogte blijven op dit kanaal. Want er komen nog zat leuke dingen in de november-december maand. Nou, bij deze dus eventjes deze korte vlog met wat kleine updates over wat er binnenkort allemaal gaat komen. Ik wens jullie verder nog een fijne avond verder. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog of livestream hier op dit kanaal. De groetjes allemaal en ik zie jullie. Bye bye.